Arno, ik zag spelers met tranen in hun ogen van het veld gekomen. Is dat zo? Jullie aanvoerder? Oké, ik weet het niet. Heb ik niet gezien. Ja, dan doet het de spelers toch nog wat. Dus dat is alleen maar goed om te zien dan. Want ja, het was. Ik denk dat we eerste kwartier, kregen we twee goede kansen. Ja, dan zie je op een gegeven moment krijg je het doelpunt net voor rust tegen. Ja, dat is eigenlijk al een nekslag. Want dan ga je weer rusten. Met een doelpuntverschil. Ja, tweede helft, dan lopen hun verder uit. Dan kunnen we het niet meer bijbenen, kunnen we het niet meer bijsloffen. Dan verdedigen we niet goed, staan veel te ver van de man af. Ja, dan loopt de dijk uit. Dus dat is makkelijk zat. Want je zou zeggen, als je punten zou kunnen pakken nog, deze competitie, was het vandaag geweest? Ja, dat was zeker vandaag geweest, denk ik. Ik denk een van de minste tegenstanders waar we tegen gespeeld hebben. Maar je ziet ook, bij ons zie je dan... Ja, goed. Ik heb al vaker gezegd, ik val in herhaling. Je kunt die jongens niet kwalijk nemen. Dit was een hoofdklasseteam. Daar heb ik ook diverse keren aan gezegd. Die stonden onderaan. En je ziet nu, ja, dat redden het niet op dit niveau. Dat is makkelijk zat. Dat wisten we in tweede divisie. Dan kom je op alle fronten tekort. En als je dan een doelpunt tegen krijgt, ja, dan zie je die jongens ook mentaal knakken. Ja, en dan loopt de tegenstander sneller weg. Kun je deze ploeg nog opladen voor de laatste wedstrijden? Nou ja, dat zal heel lastig worden, denk ik. Kijk, want het is 11 punten of 14 punten verschil natuurlijk. Kijk, het is uithuilen, het seizoen uitspelen, ons best proberen te doen. Ook dat doen we ten opzichte van onze tegenstanders natuurlijk. Dat je niet wedstrijden zomaar laat lopen. En dit zijn ook wedstrijden die we niet zomaar laten lopen. Dat lijkt misschien wel zo. Maar we kunnen gewoon niet beter. Dit is ons niveau op dit moment van Achilles. Dat is geen schande. En we moeten zorgen dat we dadelijk ergens landen in de derde divisie. En desnoods in de hoofdklasse. En dan bouwen we de club vanaf nul weer op. Want het goede nieuws is, jullie leven nog. Hoe staat het met de ontwikkelingen? Nou ja, ik denk dat het wel goed is. Ik denk dat ze eerst een bestuur moeten kiezen. En dan het bestuur gaat posities denk ik invullen. Ja, het is zo, kijk, als je het sportief bekijkt. Zijn we nog niet ver, want sommige jongens weten nog niet of ze hier nog volgend seizoen spelen. We weten niet wat het budget is, we weten in feite nog helemaal niets. Kijk, en nu zit je toch in de periode dat jongens beslissen van, ja, blijven we hier bij deze club voetballen of gaan we elders. Ja, en kijk, als je daar te laat mee bent, dan wordt het heel moeilijk om goede spelers binnen te harken. Maar het enigste positieve van dit verhaal is eigenlijk van, we zeggen trainers altijd zo mooi van, dit zijn leermomenten, noem alles maar op. Nou, we hebben wat betreft nederlagen dan al behoorlijk wat kennis verzameld. En wat wordt jouw rol voor ons seizoen? Dat weet ik nog niet. Ik moet ook met deze club aan tafel. En het is zo, wie A zegt, moet B zeggen. Ik heb afspraken gemaakt met de vereniging. Want ik vind, ja, goed, als je... Ik ben niet hier gekomen om me eigenlijk 3,5 maand eigenlijk te laten afschieten samen met mijn ploegie. Kijk, ik ben hier gekomen om Achilles te helpen. En dat zou ik het liefst de komende jaren ook nog doen. Maar dan is het wel de vraag van waar land je en wat kan er bij de club en noem alles maar op. En dat is gewoon afwachten. En wat is je voorgevoel? Nou ja, het voorgevoel is dat Achilles zal blijven bestaan en die zullen ergens landen. En dan hopen we dat dat zo hoog mogelijk is. We hopen dat derde divisie is ergens, dat je ergens weer mee kunt gaan spelen. Er zal ongetwijfeld een nulpunt komen waar je de club weer op kunt gaan bouwen. En of dat nou derde divisie is of hoofdklasse, dat maakt allemaal niet uit. De club bestaat nog. En dan gaan we ons best doen om weer budget te genereren en dan weer gestaag, en ik weet niet hoe lang dat gaat duren, gestaag de club weer op te bouwen. Succes. Dank je.